voornamelijk deden wij hiermee echt inzaaien met deze toestellen. En toen begon ik met modelbouw en dacht ik, ik wil ook zo'n ding bouwen. Ja, je ziet ze niet zoveel deze. Ik denk bijna helemaal niet. Bijna helemaal niet, nee, ik heb ze hier al. Zou ik hem kunnen draaien? Ik vind het altijd een goede vliegkleur, geel. Die zie je altijd goed in de lucht. Dit noemen ze toch een biplane of zo? Of een, ja. Maar deze valt ook in de categorie sproeivliegtuig? Ja, deze is purpose built. Dit is echt een airtractor. Okay. Alleen het is geen airtractor. Het is geen airtractor, maar hij valt wel onder de airtractor. Om het even verwarmd te houden. Dit is een Grumman Egghead. Grumman, fabrikant Grumman. Egghead. Dedicated build voor sproeivliegtuigen, voor sproeiactiviteiten. Kwam vroeger zo met een radiaalmotor en een open cockpitje. Nu met dichte cockpit is al een iets latere ontwikkeling. En in Amerika, waar ze nog veelvuldig vliegen, daar worden er ook veelvuldig omgebouwd naar turbine, turboprop. Dus dan komt er een langere neus op, gaat die ster gaat er vanaf, dan komt er een langere neus op. En dan met een turbopropmotor. En het zijn werkpaarden. Het zijn inderdaad tractoren in de sky ongeveer, robuuste vliegtuigen. Die links makkelijker, hè? Het lijkt wel een stermotor, maar is gewoon een schakelaar. En... Ah, ja. Kijk, zo zie je dat. Ik moet hem nog ligt wel prachtig, hè? Ja, hij doet het mooi, hè?
gewoon jammer.